skateboards worden gemaakt uit maple. Maple is evenzeer gitaarhout, dus het is eigenlijk geen verre stap om met skateboards naar gitaarhout te gaan. Hè. En voor de rest, als ik niet met een topwerk of gewerkt wel met hetgeen wat eronder zit, de body eigenlijk. Er zijn ook duizenden discussies over je mocht geen body gaan maken uit maple, want ja, dat is te hard en dan gaat de schel klinken. Maar ik heb een tijd terug heb ik ook een gitaar gemaakt die was volledig uit maple. De nek uit maple, de top uit maple, de body uit maple, gewoon allemaal alles maple. Die klonk alles behalve schel. Dus de belangrijkste keuze die je kunt doen in hout is voor mij eigenlijk de bewerkbaarheid van het hout. Je kunt een gitaar even goed uit dennenhout maken. Je kunt daar prachtige gitaren van maken, maar dennenhout is weer een hout. Ja, kijk, dat heeft qua rigiditeit heeft dat niks. Dus als je aan een neckpocket bezig bent of je laat ergens een klein kantje staan, ja, je duwt dat gewoon kapot. Den heeft niks te betekenen. Ander hout, Zebrano, ja, dat kies je voor de looks. Dat kies je niet voor het feit hoe dat klinkt. Of hoe hetzelfde met mahonie, dat geeft een mooie warme bruine kleur. Ze zeggen dan, maar ja, dat klinkt dan een beetje, het zou dan warmer klinken. Als je met pick-ups werkt. Er is niks in heel die Townwood discussie in de keuze van je hout, wat je niet kunt rechttrekken door aan het knopje van je equalizer te draaien van je versterker. Klinkt het een beetje te schel, dan haal je er een beetje treble uit. Hè? Klinkt het te wollig, dan zet je een beetje treble bij. Hè? Als ik mag kiezen, ik werk eigenlijk het liefste met mahonie. Ik vind dat geweldig hout. Dat werkt heel plezant. Dus, maple is echt steenhard. Pas op, dat werkt ook fijn. Hè? Als je iets met een bijteltje wilt bijwerken, dan kun je echt, dat is gelijk boetseren wat je ermee kunt doen. Mahonie is dan weer net ietsje minder, maar kijk, je moet ergens de keuze maken tussen waar draai ik mijn machine op kapot of waar ga ik... Je merkt dat automatisch als je een top moet of een body moet uitzagen in maple. Je zaag die piept en die maakt lawaai. En die denkt van, amai, mijn machine is hier een afzien. Een mahonie heeft dat dan eigenlijk totaal niet, dus... Het is ergens een beetje tussen hoe harder dat het is, hoe plezanter dat het dikwijls is om mee te werken. Maar hoe zachter, dan wordt het weer gelijk peperkoek. Dat is ook niet plezant om mee te werken. Je moet ergens de gulden middenweg zoeken tussen de twee. En van alles wat ik al gemaakt heb, is eigenlijk een goed uitgedroogde mahonie. Dat is eigenlijk mijn... Alleen vind ik eigenlijk het plezantste om mee te werken. Past ook heel goed met die kleuren die op de maple, met die gitaren eigenlijk zitten. Geeft dus gewoon contrast, donker met het licht. En,